Deze video gaat over antipersoonlijke ontwikkeling. En dat klinkt misschien gek vanuit iemand die juist heel erg gek is op persoonlijke ontwikkeling. Maar ik vind het wel heel belangrijk om deze video te maken. Omdat je ook op het verkeerde pad gezet kan worden. Of persoonlijke ontwikkeling je juist verder van jezelf af kan brengen als je dat op de verkeerde manier benadert. Dus in deze video ga ik 7 gevaren benoemen die gepaard kunnen gaan met persoonlijke ontwikkeling. Zodat jij je ervoor kan behoeden en dus een andere richting in kan slaan. Het eerste gevaar van persoonlijke ontwikkeling is dat het de overtuiging voedt dat je niet goed genoeg bent. En misschien luister je wel naar wereldkampioenen, naar miljonairs, naar succesvolle ondernemers, naar bekende Nederlanders. En het kan heel inspirerend zijn dat ze een track record hebben dat ze bepaalde dingen bereikt hebben. En ook ik ben psycholoog, ik ben een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. Dus dat helpt dat de dingen die ik vertel, dat dat niet alleen maar vanuit het hoofd komt. Maar als je alleen maar naar dat soort type mensen luistert, kan dat de overtuiging voeden dat jij niet goed genoeg bent. Dat je er pas mag zijn op het moment dat je bepaalde dingen hebt bereikt. En op die manier raak je alleen maar verder verwijderd van jezelf. Dus zoek ook mensen op die 1 of 2 stappen verder zijn dan jij, waaraan jij je kan optrekken in plaats van mensen die al 10 stappen vooruit zijn. Het tweede gevaar van persoonlijke ontwikkeling is dat je denkt dat alles maakbaar is. De wereld kan je helemaal creëren zoals je wil. Als je maar hard genoeg je best doet, als je maar manifesteert, visualiseert, doelen stelt, dan ga je het vanzelf wel bereiken. Maar dat is niet zo. Sommige dingen komen door toeval, door genen. Door geluk. Ik ben wel een van de sterkste van de wereld geworden, maar had me niet gevraagd om de beste marathonrenner te worden, want dat was simpelweg niet gelukt, want daar heb ik de aanleg niet voor. Dus het gaat helemaal voorbij aan het stuk van talent, misschien wel passie. Ik vind het ook helemaal niet leuk om hard te lopen. Dus kijk ook naar wat er bij jou past, naar wat jouw doelstellingen zijn, maar ook wanneer het voor jou goed genoeg is. Denk vooral niet dat alles maakbaar is. De volgende valkuil is dat spiritualiteit wordt gebruikt als excuus om niet in beweging te komen. Dus je zonnevlechten zijn nog niet geheeld, je voorouders hebben nog trauma, het voelt niet goed, dus je komt niet in beweging. Maar er is geen perfect moment om in beweging te komen. En groei gaat altijd oncomfortabel voelen, maar dat komt niet zozeer door je intuïtie, maar vooral door je reptiele brein die jou tegen wil houden. De vierde valkuil is dat jij alles wil optimaliseren in je leven en daar zoveel tijd mee kwijt bent, dat je eigenlijk niet meer toekomt aan de doelen die echt belangrijk voor je zijn. Dus je gaat om 5 uur opstaan, dan ga je 1 uur sporten, 1 uur mediteren, dan ga je ook nog 1 uur in het ijsbad zitten, je moet lezen, je moet wandelen, je moet zoveel verschillende dingen doen van jezelf. En als je dan nog aan de slag gaat, dan moet je ook nog eens met een bepaalde structuur werken, pauzes nemen, etc. Je wordt er al moe van als je er bijna aan denkt. En toch zijn er mensen die op deze manier leven, zo hard bezig zijn met alles optimaliseren, dat ze niet meer toekomen aan de dingen die echt belangrijk voor ze zijn en waarom ze het doen. En de reden ook dat ze dit soort dingen doen, is omdat ze het succesvolle mensen zien doen. Dus omdat een kampioen dit doet, of een rijk persoon, of een succesvolle ondernemer, ga je dat kopiëren en denk je dat je hetzelfde succes gaat behalen. Maar dat is niet zo. Deze ondernemer heeft deze leefstijl nodig om hard te kunnen blijven werken. Dus ga eerst dat doel kiezen waar je voor wil werken en daar de weg ernaartoe uitstippelen. En dan kijken hoe je dat kan bereiken en hoe je jezelf weerbaarder kan maken. De volgende valkuil is dat jij bezig bent met bezigheidstherapie. Wat ik daarmee bedoel is dat veel mensen een soort persoonlijke ontwikkelingsjunkie zijn en hunkeren naar groei en hunkeren naar een volgend inzicht, een volgende verdiepingsslag, een volgende spiegel. Je gaat van ayahuasca-sessie naar evenement en van podcast naar boek en zo blijf je altijd bezig. Maar je bent bezig met informatie verzamelen. Maar informatie zonder actie leidt alleen maar tot frustratie. Want je weet het wel, maar je doet het niet. En dat ga je weer verdoven door nog meer informatie op te doen. Dus op een gegeven moment weet je genoeg en mag je stoppen met het opdoen van informatie en wil je in actie komen. Een andere valkuil is dat jij verder verwijderd raakt van de mensen die echt belangrijk voor je zijn. Ik zie in de wereld van persoonlijke ontwikkeling dat sommige mensen zich verheven voelen omdat ze meer ontwikkeld zijn. Ze kunnen beter communiceren, ze hebben meer spiritueel werk gedaan, ze hebben meer tijd gestopt in een persoonlijke ontwikkeling, welk excuus je maar hebt. Maar daardoor raak je verder verwijderd van de mensen die belangrijk voor je zijn. En op het moment dat je bezig gaat zijn met je persoonlijke ontwikkeling, dan zal je ook merken dat je andere mensen gaat aantrekken en andere mensen misschien gaat afstoten omdat het geen match meer is. Maar behoed je voor de valkuil dat je je beter gaat voelen dan de rest, omdat je je persoonlijk meer hebt ontwikkeld. Andere mensen ontwikkelen zich meer zakelijk of hebben die interesse niet en dat mag prima naast elkaar bestaan. De laatste en belangrijkste valkuil van persoonlijke ontwikkeling is dat jij je als een Jehovah-getuige gaat gedragen en iedereen moet overtuigen dat persoonlijke ontwikkeling het belangrijkste in het leven is. Je gaat mensen boeken cadeau geven, tips geven
ongevraagd coachen of misschien ga je zelf ook nog wel een coach worden. Terwijl anderen die interesse helemaal niet hebben. Als er geen hulpvraag is, kan je mensen ook niet helpen. En ik snap dat mensen er gepassioneerd over zijn en dat het allerliefste willen delen. Maar daar kan je de plank gigantisch mee misslaan en ben je op anderen aan het focussen in plaats van op jezelf. Ik ben ook benieuwd, heb je bepaalde valkuilen van persoonlijke ontwikkeling die je bij jezelf of juist bij anderen ziet? Laat het me weten in de comments en ik zie je weer bij een volgende video.